Op 12 februari, omstreeks 4:30 's morgens, ontdekte de nachtwaker op zijn ronde door het Leidse stadhuis brand in een der bijgebouwen. Door de felle zuidoostenwind en het kurkdroge, zeer brandbare materiaal breidde de brand zich snel uit. Enkele minuten na de brandmelding stond het prachtige stadhuis, dat Lieven de Keij in 1597 gebouwd had, geheel in vlammen. In nog geen 2 uur was het gebeurd. Toen zakte de toren in elkaar. Alles gebeurde bij een temperatuur van 15 graden onder nul. Het enige wat van de kostbare inboedel gered kon worden, was een portret van de toenmalige burgemeester de Gijzelaar. De Leidse brandweer, versterkt door korps uit de omtrek, onder andere uit Den Haag, stond machteloos. Ondanks de immense vuurzee bevroor het water onmiddellijk. Het bevroren bluswater gaf aan de ruïne het uiterlijk van een sprookjespaleis. Mevrouw Bregaar, toen lid van de Leidse gemeenteraad, herinnert zich dat nog heel goed. Ik werd gewekt met de roep: het Leidse stadhuis staat in brand. En ik kan begrijpen wat een gewaarwording dat voor mij was. Dat we de ene dag nog besproken hadden het plan voor restauratie en de andere dag in de brand stond. En toen ben ik daarheen gesneld en men kon mij in die drukte niet zo gauw herkennen. En men vroeg me waar ik heen wilde. En toen zei ik naar de brand en ik ging onder de touwen door. En toen zei ik heb hier het recht om hierbij te zijn, want ik had mijn kaarten bij me trouwens. Ik ben genoeg bekend dat ze me dat deur lieten gaan. Maar toen ik daar een poosje gestaan had, het voor zo ontzettend hard. Toen zei een van die mensen die daarmee met de brandblussen belasten, mevrouw, zou u niet eens door willen lopen? En toen zei ik met een verongelijkt gezicht, waarom? En toen zei hij, anders kan u niet meer van uw plaats vandaan. En inderdaad bleek het zo dat het op het juiste moment was, want het vroor zo hard dat mijn voeten bijna niet meer van de grond kon krijgen, want die waren inmiddels vastgevroren.